De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is ook in Wijchen begonnen. Sinds maandagmiddag staat er een enorm verkiezingsbord in Balgooi. Eigenlijk was het de bedoeling om het bord te onthullen door er een doek vanaf te trekken. Maar die doek is weggewaaid. De lijsttrekkers van de partijen die meedoen op 16 maart hebben flinke ambities. We willen graag de allergrootste partij blijven. Of het er eentje meer of minder is, dat weet ik niet. Wat ons betreft houden we koers. De afgelopen periode die we hebben ingezet, willen we ook de komende periode mee doorgaan. Nou, ik verwacht toch wel zeker 10 zetels. En ik denk dat Wijchen wel klaar is met de gevestigde orde. Dus Wijchen Lokaal die gaat het helemaal maken. Deze keer. Nou, ik verwacht 3 tot 4 zetels voor de Partij van de Arbeid in Wijchen. En waarom? Omdat het heel jaar gaat nodig is dat we een goede, sterke linkse partij die mee blijft doen in de gemeentepolitiek. Nou, we hebben op dit moment 4 zetels, zijn de tweede partij in de Wijchense gemeenteraad. En daar willen we in ieder geval blijven. Het is belangrijk dat wij als CDA Wijchen een grote partij blijven in de Wijchense gemeenteraad, zodat er ook evenwicht is. We hebben laten zien met bijvoorbeeld de actie rondom het Wijchensmeer, maar ook rondom het Hart van Zuid, dat wij belangrijk zijn in de gemeenteraad en we willen dat werk voortzetten. Wij zijn nieuw, we hebben nog nooit eerder meegedaan en we hopen op 2 zetels. En als we 3 zetels krijgen, nou dan is het helemaal geweldig. Wij verwachten 4 zetels, omdat wij denken dat Wijchen een meer progressieve raad wil. Nou, we verwachten sowieso zetelwinst, omdat ik de afgelopen 4 jaar keihard heb gewerkt als wethouder economische zaken. Met name in die coronacrisis. En daarnaast heeft onze VVD-fractie ook keihard gewerkt voor die ondernemers en voor inwoners van Wijchen.